De Nationale Volksmuziekschool, NVMS, blijft erbij dat kinderen die muziek spelen het beter doen op school. In dat kader en ook in verband met het 10-jarig bestaan van de muziekschool organiseerde de NVMS vandaag een open dag. In het oude pastoriegebouw van het RK Bisdom, waarin de school is ondergebracht, werd meer inzicht gegeven over wat de school doet en de vorderingen van de leerlingen. Geïnteresseerden mochten ook de openbare lessen bijwonen. Nieuwe inschrijvingen waren vandaag op de open dag gratis. Volgens de muziekschool wordt je slimmer van muziek maken, omdat dat het sociaal gedrag verbetert, de intelligentie stimuleert, de integratie verbetert en concentratieproblemen vermindert. Op de open dag was een stand opgezet waar bezoekers terecht konden voor allerhande informatie over de verschillende lessen. Ook was er een stand waar leerlingen en toekomstige leerlingen geïnformeerd werden over de muziektheorielessen Nieuwe Stijl en de praktijkexamens. Daarbij konden zij vernemen wat er te doen valt na het behalen van verschillende certificaten. In de kunsthal van het NVMS was er een programma met optredens van verschillende muzikanten. Het doel van de Nationale Volksmuziekschool is het stimuleren en bevorderen van de kunsteducatie in Suriname in het algemeen en de muzikale en dansante ontwikkeling van de jeugd in het bijzonder. Bij de dansante vorming leren kinderen spelenderwijs bewegen op muziek. De Nationale Volksmuziekschool kent een cursistenaantal van ruim 900.